Op dit moment hebben we een piek. De zomermaanden zijn natuurlijk warm en droog geweest. En eigenlijk de bloemkool die we nu oogsten, zijn tijdens een hittegolf hebben ze de kool te laat aangelegd. Ja. En daardoor hebben we op dit moment ongelijke banen, waardoor we meer keer moeten oogsten. Ja. Hoeveel keer meer is dat? Dat is toch wel gauw een 3 tot 4 keer meer als normaal. Doordat de bloemkolen deze zomer nagenoeg non-stop zijn beregend, is de oogst gered. Roel maakt zich dan ook geen zorgen om de omzet van dit seizoen. Het is wel zo dat je natuurlijk met alle diesel die we extra gebruikt hebben om de pompen te laten draaien, dat zijn natuurlijk wel extra kosten. Ja. En door de hittegolven is de insectendruk dit jaar hoger geweest, waardoor we ook veel meer keer gewasbescherming hebben moeten uitvoeren. Met behulp van de inzet van extra personeel worden alle zeilen bijgezet. Maar het eind van de oogstpiek is in zicht. Als het na het weekend weer wat koeler weer gaat worden, dan wordt de groei weer even wat minder en dan raakt de boel weer iets meer onder controle.